Like deze video binnen 3 seconden als je een opperbaas bent. Vandaag is het tijd voor een hele speciale challenge waarin ik en Jeon gaan kijken wie er het beste om kan gaan met geld. Kun je voor weinig geld veel krijgen? En kun je daar een mooie dag mee vullen als het gaat om eten, drinken en entertainment? Ik en Jeon krijgen voor ontbijt, middageten, avondeten, tussendoortjes en iets om onszelf mee te vermaken iedere keer 10 euro. De bedoeling is dat we gaan kijken wie van die 10 euro het meeste kan kopen en het meeste geld kan besparen. Jullie zien natuurlijk in beeld de keuzes die wij maken, zowel van Jeon als van mij. En ik ben heel erg benieuwd wie het verstandigst omgaat met geld, wie het meeste geld bespaart, maar toch zijn buik vol krijgt en het naar zijn zin heeft. Het is een leuke challenge en we gaan op deze manier er ook achter komen waar onze interesses zoal liggen. Bij Jeon is dat waarschijnlijk eten. Laten we beginnen. Ik heb er zin in. Like deze video dus als ik een dagje bij jou moet komen opruimen. Daar ben ik niet heel goed in, maar ik ga mijn best doen. Abonneren kan hier beneden. En we beginnen met het ontbijt. Jeon is daar verderop. Hij is dus nu al het ontbijt aan het zoeken. Het mag dus maximaal 10 euro zijn, maar waarschijnlijk als je 10 euro uitgeeft, heeft de andere persoon dus de eerste punt al binnengehaald, omdat die het voor minder dan 10 euro deed. Dus goedkoop, maar veel is de bedoeling. Ik begin met het zoeken van mijn ontbijt. Oh my gosh, jongens. Ik weet dat mijn ontbijt ook drinken moet bevatten. Het enigszins nutritious moet zijn. Maar dit hier heb je niet in Nederland. Check deze mega XXL verrassingseieren. Dit zijn allemaal verrassingseieren waar dus gewoon een cadeautje in zit. Maar in Nederland en in België zijn ze meestal erg klein. Maar deze zijn freaking huge. Kijk hoe ongelooflijk schattig deze is. En deze heeft er ook veel zin in. Nog niet eens gesproken over deze. Ho, ho, ho. Of deze. Uiteraard moet ik proberen zoveel mogelijk tijdens mijn ontbijt voor zo min mogelijk geld te krijgen. Dit ei hier naast mij waar de kerstman op staat is huge. Ik denk toch echt dat ik die ga nemen. Ik hoop niet dat ik nu een punt ga kwijtraken. Oh my gosh, jongens. Ik hoop dat Jeon iets duurders neemt dan dit. Ik heb mijn drankje gevonden voor het ontbijt. SpongeBob Schwampkop. Mijn drankje voor het ontbijt is binnen. Ik ben echt benieuwd hoe duur Jeon's ontbijt is. In tegenstelling tot die van mij. Ik ben echt bang dat die van hem goedkoper was. Want mijn ei was al erg duur. Ik pak even deze, want deze zit er al onder. Let's go! Dit is trouwens echt geniaal. Normale kerstman, normale kerstman, normale kerstman, normale kerst... Huh? Gangster kerstman. Dit is de enige kerstman die er zo ongelooflijk vet uitziet. Ik had eigenlijk deze moeten nemen. Kijk, al die wasjes. Dit gaat mijn ontbijt worden. Jongens, ik heb het gewoon gevonden. Ik heb mijn ontbijt gevonden, jongens. Maar omdat ik het goedkoopste uit moet komen, pak ik die van 1 euro. Toch wel lekker, hè? Ik wil niet veel zeggen, jongens. Maar ik kan me wel heel erg vinden met deze roze dame. Zij heeft namelijk ook een bril. En ik ook. En ze ziet er wel echt smakelijk uit. En ze kost maar 60 cent. Dus ik ga je nemen, dame. Dames en heren, ik schaam me een beetje. Het ei kostte 8 euro en de cola 1 euro. Met andere woorden, 9 euro voor mijn ontbijt. Ik weet niet wat Jeon heeft gekocht. Er zit wel sneaky achter de camera te lachen. Dus ik ben benieuwd. Maar eerst natuurlijk het 8 euro, in mijn geval, ontbijt-ei. Het ziet er super vet uit en ik ben zo benieuwd wat erin gaat zitten. Oké, jongens, het moment van de waarheid. Ik ga hem openen en ik ga kijken of dit grote ei van 8 euro het wel waard was. Oh my god, dit is echt huge. Ik heb nog nooit zo'n groot surprise-ei gezien. Oh my gosh. Oké, jongens, daar gaan we. 3, 2, 1. Oké, wacht even. Ik weet niet. Oké, wacht. Was dit mijn 8 euro waard? Minions, de slechterik en een volledige boot die daarbij hoort. Momentje. Oh, oh my gosh, jongens. Oké, ik hou van de Minions. Ik heb superveel chocolade. En ik heb nog 1 euro van de 10 euro over. Maar nu natuurlijk het ware moment. De cola van SpongeBob, oftewel SpongeBob Schwampkop. Ja, daar gaan we, jongens. Let's go. SpongeBob, ik hield van je. Heel mijn jeugd, maar dit is geen cola. Dit smaakt naar plas van een rendier. Het is niet heel lekker. 9 euro. Ik ben benieuwd of Jeon het beter heeft gedaan. Als Jeon dus onder de 9 euro zit, heeft hij een punt. Want dan heeft hij goedkoper ontbijt dan mij kunnen regelen. Maar ik geloof niks van. Jeon is onverantwoordelijk, denk ik, in dit geval. Dus ik hoop gewonnen te hebben. Tijd voor Jeon. Jongens, ontbijt gaat toch wel iets beter zijn dan die van Job, hoor. Mijn ontbijt kostte namelijk in totaal 1,90 euro. En ik hoorde dat die van Job 9 euro was. Lekker puh. Ik ben niet onverantwoordelijk. Ik vind het niet meer leuk. Wat ik heb gehaald, ten eerste, zijn worstjes. Maar is het echt lekker dan? Dit is lekkerder dan jouw stomme chocolade. Maar mijn chocolade kostte 8 euro, dat 1 euro. Lekkerder. Maar je drinken dan? Ga ik het even uitleggen. Mevrouw Bril kon ik het gewoon heel goed mee vinden. En mevrouw Bril en ik vinden dat goedkoop zijn ook lekker is.
dat is nice. Te veel van het goede. Ja? Het is te veel van. Maar je hebt wel gewonnen. Ik heb inderdaad wel gewonnen. Maar ga je mijn worststanden nu? Dat betekent dat dus nu het gaat om het middageten zometeen. En die gaat van mij goedkoper zijn. Dan heb ik een punt. Like als jullie het overgebleven chocolade-ei en de overgebleven SpongeBob SquarePants. Of nee, Zwartskoff. Wat was het ook weer? Nee, dat is Zwankoff. Zwankoff. Als jullie het willen winnen, bedankt voor dit gedeelte te kijken. En we gaan door, want zometeen is het middageten aangebroken. En dan ga ik winnen. Worstman? I don't know. Oké, jongens, het is tijd voor het middageten. Zo goedkoop mogelijk en zoveel mogelijk. Ik heb iets heel bizars gevonden. Duitse kaviaar. Maar joh, kaviaar is super duur. Nou, het kost weer 9 euro. Bijna even duur als het ei. Maar hier heb je kaviaar voor 2,80. Ik ben niet rijk, dus ik weet niet hoe je kaviaar moet eten. Misschien op een broodje of tootje. Maar het eerste voor mijn brunch, lunch, middageten is binnen. Kaviaar met de tuber. En bij kaviaar hoort natuurlijk een lekker toosje. Droge kruimels in mijn mond. Maar wel voor 90 cent. Ik ga dit winnen. Light en gros. Jij gaat met mij mee. Omdat we toch zo exotisch bezig zijn. Krauwer. Voor een eurotje. Of 99 euro. Een eurotje. Mijn middageten is compleet voor maar 3 euro. Oké, iets meer. 4, 5 euro. Maar toch. Eerst mijn drankje voor het middageten. Genaamd de Slosser. Ik weet niet of jullie het zien, jongens. Maar het is redelijk groot. Redelijk breed. Redelijk vullend. Waarschijnlijk ook. Jongens, ik heb denk ik de lekkerste chips ooit gevonden nu. Banana chips. Voor maar 1,30 euro. Ga ik misschien weer een punt binnenslijpen? Met barbecue smaak. Oh my god. Voor mijn middageten. Een watermeloenijsje. Oh. Yes. 4,60 euro. Voor het middageten. Oh ja. Yeah. Oké, jongens. Ik heb... Kaviaar met crackers en zwarte troep in een flesje waar ik waarschijnlijk van ga neervallen. Jill gaat het sowieso niet van mij winnen. Oké, jongens, we beginnen met le caviar. Ik ben heel benieuwd. Ik heb nooit eerder... Het ruikt naar iemand die zich 9 maanden niet heeft gewassen. Nee, weet je wat? 9 jaar niet heeft gewassen. Het ruikt niet heel erg plezant. Lekker crackertje erbij op deze zondagmorgen. Want dat doen we gewoon als we hier ergens op een parkeerplaats kaviaar aan het eten zijn. Alright, voor 4,60 euro lekker wat kaviaar. Voor 4,60 euro lekker wat kaviaar waar de slijm vanaf komt. Gaan we gewoon even doen. Weet je, soms heb je dagen, moet je gewoon even gek doen. Doen we vandaag ook. Bon appetit. Ik heb nog nooit eerder kaviaar gegeten. Dat is heel goedkoop ook, maar we zullen het zien. Dus ik meen het oprecht als ik dit zeg. Dit is een van de ergste dingen die ik ooit in mijn leven heb geproefd. Het is zo ongelooflijk zuur dat ik niet weet of ik juist mijn tong eraf heb gebeten. Dat ik misschien wel een aanval heb mentaal of zo. Dat het helemaal niet goed met me gaat. Het is niet lekker. En ik ga dit echt even moeten lozen. Dit is oprecht het meest smerige wat ik ooit heb gegeten. Het is zo zuur. Nogmaals, het is echt zuur. De allerzuurste snoep kan hier zelfs niet tegenop. Maar het is niet zuur op een lekkere zoete manier. Het is... Heb ik nog kaviaar op mijn tong? Ja. Wil iemand deze kaviaar winnen? Doe een blauw duimpje omhoog. We gaan door naar mijn zwarte pullen. Tot nu toe is mijn middageten dus nogal tegenvallend. Maar natuurlijk gaan we dat gewoon... Natuurlijk gaan we dat gewoon goed maken met mijn zwarte drap, namelijk krauter. Het is krauter. En krauter is lekker. Dat heb ik uit onderzoeken vernomen. Krauter. Let's go. Lippie eraf. Oh, hoor je dat? Hoor je dat? Ah, zoetigheid. Oh, het is heel zoet. Dopie erop. Bon appétit. Het is siroop. Het is heel erg zoet. Ik vroeg me al af, hoe kan het zo ongelooflijk zoet zijn? Het is siroop. Dit is echt iets voor Jeyu. Ik wil niet zeggen dat Jeyu alleen maar zoete. Hij neemt alleen maar zoete dingen. Hij neemt alleen maar zoete dingen. Het is zo ongelooflijk zoet. Het is pure suiker. Pure suiker is niet goed. Mijn middageten is dus niet geslaagd. Ik wil eigenlijk gewoon niet meer op deze plek staan. Maar al met al, ik heb het wel binnen het budget gered met 4,80 euro. Ik ben benieuwd of Jeyu het beter heeft gedaan. Jongens, ik eet misschien alleen maar zoete dingen. Ik drink misschien alleen maar zoete dingen. Daar geef ik jullie gelijk in. Maar ik wil niet veel gaan zeggen. Maar de Jeyu-meister. De Jeyu-meister. Jeyu-meister! Ik ben namelijk op een bedrag uitgekomen van 3 euro. Iets meer, ne, in die trend. En dat betekent dat ik Job wel weer heb verslagen, jongens. Gaan we beginnen met barbecue bananenchip. Goh. Mag ik eens kijken? Ja! Wanneer het koud en bijt, maak je een barbecue. De nasmaak is banaan. Een meloenijsje. Het is belangrijk om met je ijsje super subtiel mee om te gaan. Ik heb drinken. Ik heb een bak met drinken. Oh my gosh, Jeyu-meister. Jeyu-meister, back at it again. Oh, wat doe je nou? Ja, boete voor wildplassen.
Jeeuwen zijn pakje drinken wou hem vermoorden en het was heel lastig om hem van Jeeuwen weg te krijgen. Daarom heb ik hen beide opgesloten. Het is tijd voor het volgende. Namelijk dat wij binnen het budget van 10 euro en wederom de persoon die het minste uitgeeft krijgt een extra punt. Moeten wij proberen om iets te kopen wat zo vermakelijk mogelijk is. Iets om onszelf mee te entertainen. Ik ben erg benieuwd, ik heb er zin in, dus let's go. Een dinosaurier. Waar is zijn lichaam? Kan iemand mij vertellen waar het lichaam van deze dino is? Ja, geen goede entertainment. Jongens, een mechanische hand. Ja, dit is mijn geld niet waard, maar wel leuk. Ik moet iets vinden wat goedkoop en vermakelijk is. Suikerspin in Duitsland? Zuckerwatter. Is op zich vermakelijk. Eenhoorn frisdrank. Oké, dit is entertainment. En het is best goedkoop. Let's go. Mega stoepkrijt. Dit is elke cent waard. Oh god, jongens. Ik was in de keuken. Ik probeerde te koken. En dat ging niet helemaal volgens plan. Grapje. Jongens, ik heb een telefoon gevonden voor maar 3 euro. Luister, ik wil niet te duur gaan uitkomen wegens het 10 euro budget. Maar ik zoek al een lange tijd een nieuwe telefoon. En kijk hoe perfect die is. Ik kan gewoon... Ik heb geen geld meer op mijn rekening. In ieder geval, ik ga je op verslaan. Nog een keer. En daar gaan we voor. Ik had altijd al iets weg willen hebben van dat beest. En nu kan dat. Een freaking staart. En ik kan hem vastmaken aan mijn broek, waardoor het ook gewoon lijkt alsof hij uitstekend bij mij. Jongens, ik wil niet veel zeggen, maar ik ga weer winnen. Mijn entertainment gedeelte kostte in totaal iets meer dan 4 euro. Hoeveel het van Gion heeft gekost? Geen idee. Maar ik ga eerst even kijken of ik het met mijn entertainment gedeelte überhaupt entertaining kan maken. Als allereerst hebben wij de 100% Pony Sam. En ik ben heel erg benieuwd waar dat naar gaat smaken. Let's do this. Ik heb zojuist een volledige regenboog ingeademd. Proost op het pony goede leven. Oké, normaal gesproken is dit altijd pure suiker met een veel te overheersende smaak. Maar dit valt op zich wel mee. Beetje regenboog, beetje roze wolken. Oh, wiskunde. Oh nee, dat is niet nice. Volgende. Een 5,5 voor de zoekerwatte. Het laatste. Stoepkrijt. Want je weet dat ik op de stoepkrijt. Ik ga Jeeuwen natekenen, oké? Hey, Jeeuwen. Ja. Jeeuwen. Ja. Mensen lopen voorbij en weten niet wat ik zeg. Hallo. Hij is af. Kom kijken. Job. Ah. Job, ik weet niet of ik dit ben. Meesterwerk, dat was niet mijn intentie. Dat was niet mijn intentie. Jammer genoeg heb jij deze ronde wel gewonnen. Ik heb namelijk een chocoladetelefoon van 3 euro. Yes! En ik heb een staart van 3 euro. Yes! Dus dat betekent dat het gaat om 6 euro. En jij is van 4 euro, dacht ik. Jongens, chocola, geweldig. Open. De chocola. Mag ik misschien zometeen ook een hapje? Dat is een nee. Oké, duidelijk. Ik wil ook een hapje. Oh, maar dat is mijn favoriete chocolade. Mm, hè? Hier heb je je stomme staart. Wat een duiveltje ben je wel op dit moment. Oh my gosh, hij heeft gewoon literally een staart. Mag ik hem aan je kont hangen? Dat kwam me gekker uit dan ik dacht. In de billetjes. Je hebt een staart! Hij twerkt. Jij hebt gewoon een staart. Oké, ook al heb ik deze punt gewonnen, je bent eigenlijk alsnog de winnaar. Want kijk, dat ding. Stel voor... Nee. Want luister, als jij zo meteen het eten bent, de avondeten, zijn we 2-2. Maak een deal met je. Een deal? Degene die het avondeten wint, wint 2 punten. Daar kan ik nog winnen. Je kan nog winnen. Dus geen gelijkspel, maar echt winnen. Ik kan winnen. 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 Geef je staart. Kom, ik moet mijn enthousiasme uiten. Snel. Job. Snel. Ik heb je staart te pakken. Ik heb mijn place to be gevonden. De McDonald's. Ik ga voor een euroknaller met een goedkope cola en ik zal winnen van Jeeuwen. Jeeuwen? Wacht wat? Ik ben hier niet voor jou. Ik wou echt niet naar McDonald's. Luister, ik meen dit. Weet je wat? Prima. Jij hebt gewonnen. Nee, jij hebt gewonnen. Ik ben er weer helemaal klaar mee. Hoezo ben jij er klaar mee? Jij mag de punt hebben. Geef me gratis cola en jij wint. Ik ga er vandoor.